Oh, ik ben zo buiten adem. We zijn weer thuis en ik heb... Goedemorgen, het is vrijdag, laatste dag van de week alweer, vooral van de schoolweek. Ik ben met Salomila en we gaan naar school. Oh ja, dat... Halloween gaat er niet door. Nee, Halloween gaat niet door, hè? Echt super jammer. Leuk doen voor Halloween. Maar nu gaan we eerst naar school. Ga maar, dames, want die auto houdt rekening met jullie. Halloween is al geweest. Nee, Halloween komt nog. Halloween is altijd helemaal aan het einde van oktober. Ik ben zo buiten adem. Echt, ik had zo'n tegenwind op de fiets. En dan, ik heb die boodschappenkasten altijd aan de stuur hangen. Maar dan met tegenwind, dan vangen die dus echt alles op. Nou, hou eens uit. Het was echt zo niet leuk. En ik ben al laat, want ik kwam Mashinka tegen aan de boodschappen doen. En toen hebben we samen de boodschap gedaan. En ik letste bijna ook nog best wel iets te lang om start letten. Dus ik moet nu echt gaan opschieten. Ik moet dingen in mijn vriezer en het in mijn vriezer staat een beetje vol. Oh, de tijd vliegt zo. Ik was natuurlijk al wat later en ik heb net nog wat dingetjes geregeld. En nu ga ik even vandaar. Moet ik zeggen, al gaan ophalen, want die luncht thuis en ik moet, nou, 1 minuut de deur uit. Dus mijn spullen pakken, ik neem geen tas mee als ik de stuur altijd even fiets. Luncht neemt trouwens niet altijd zo'n wel mee, maar ja, nooit zo'n zin om al die spullen dan mee te sjouwen. Dus wel altijd gewoon alle sleutels mee en telefoon mee als ik even sta te wachten. Lunchen. Ik ben nog aan zoveel niet toegekomen. De helft van de Lego staat er nog. Ik heb wel al een gedeelte opgeruimd. Er staan dingen in de gang die opgeruimd moeten worden. En dat moet ik wel even weg hebben voor morgen. En mijn keuken is nog een bende. Echt, het is echt heel erg. Maar ik denk als ik zo eet, dat ik er dan hier aan deze hoek zet. En dan doe ik de keuken dadelijk wel. Dat zat er allemaal mee. Sarah heeft echt heel snel gegeten. Dus ik had de keuken even snel gedaan. En niet helemaal alles, maar de andere dingen doe ik terwijl ik kook dadelijk. En toen hebben we nog wat Lego weggebracht en nu staat er niet zoveel meer. Ik heb alleen de achtbaan nog staan, maar ja, die gaat me niet alleen of met Sarah lukken hier. En hier nog een paar dingetjes. En echt daar echt één geel dingetje. Of nee, een ticket is het. Maar deze gaat me gewoon niet in mijn eentje lukken of met Sarah. Dus hier moet ik hulp bij hebben, dus... Ik denk dat ik dat vanavond met Marco doe. Of we moeten hem helemaal loshalen, maar daar heb ik eigenlijk ook geen zin in. En wij mogen onze zebra naar school. En we hebben een stoep nu hier. Yay! Zo stond dit. Ik ben al mijn spullen aan het pakken omdat ik de deur uit moet. En ik denk, waar is mijn telefoon? Maar ik zat nog met de klantservice van de Bijenkorf aan de lijn. Over een pakket wat bezorgd zou moeten zijn, wat niet bezorgd is. Dus ik had mijn telefoon hier. En maar zoeken. Ik denk, ik moet opschieten. Anders kom ik dadelijk te laat, omdat ik hem niet kan vinden. En ik heb hem dadelijk nodig, want ik moet nog wat dingen halen tijdens de zwemles. En daar heb ik lijstjes in. En anders was ik die kwijt. Maar goed, ik had hem dus onder mijn oor. Ja, nu snel de deur uit. Dan ga ik precies nog mooi de deur uit. Je zit me te filmen. Ja. Stiekem meid. Ja. En zo zijn we de ene week heel laat en staat alles vast. En zo zijn we de andere week echt zo vroeg en hebben we het hele verkeer mee. Maar het regent een beetje, dus we zijn nu in de auto aan het wachten. En gewoon bijna 10 minuten moeten wachten voor we over Sarah naar binnen mag. Oh, ze gaat er wel staan. Oh, daar. Dus nee, maar goed, ik ren daarna even naar de winkels.
even maar vandaag wel oké vallen. En ik heb er niks aan gedaan. Ik wil vast gaan, mama. Dus, nee, schat. We hebben een dakje. Kijk, er staat op. Ja, maar het waait ook heel hard. Heel raar, want elke keer op de camera, denk ik, lijkt het zo'n kleurverschil. Dat zie ik elke keer met editen. Maar als ik in het echt in de spiegel kijk... Is het heel lichtbruin. Dan zie je dat eigenlijk niet. Maar waarom ik dan dat op beeld elke keer lijk te zien... Zo zie ik het ook niet echt. Maar op de een of andere manier... En het is elke keer in de auto. Dat als ik beelden uit de auto edit. Want op andere beelden zie ik het ook niet zo. Het is echt heel vaag. Misschien heeft het met het lichtval te maken of zo. Dat het hier dan anders valt. Anders weet ik het ook echt niet. Nee, het valt niet daar anders. Ja, maar kijk, elke keer dan lijkt dit lichter. En dit is wel de kant van het raam. En hier eigenlijk heb ik dat niet zo. Maar het is altijd als ik zit te editen met beelden dat ik in de auto zit. Dan zijn we 1 minuut en 23 seconden, 24 seconden, 25 seconden. Sarah telt heel graag hoe lang we filmen. We zijn weer thuis en ik heb... Het is echt zo donker, het licht staat al aan, maar deze lamp moet altijd opwarmen. Deze pot gehaald, want ik hoop dat de tagliatelle hierin past. Dan is het wel een andere pot, maar goed, ik wilde het wel ergens in. Dus ik ga het zo heel voorzichtig proberen, maar deze mocht anders terug. Want anders zit ik weer met een pot die ik niet wil. Dus ik ben benieuwd. Oké, ik baal. Zo, ik wilde dus die wekpot gaan schoonmaken en die tagliatelle erin doen. En ik doe hem open en ik hoorde al iets, het klonk heel raar. En ik kijk, zit een hele borst in, maar echt een heel stuk. En het loopt zo... Dus ja, dat gaat helemaal doorscheuren. En je zag ook al een paar splintertjes eruit. Dat waren een heleboel dingen die ik niet in de vlog wil zeggen. Dus ja, daar moet ik echt mee terug. Want ik weet echt zeker dat ik hem niet heb gebroken. Want ik ben altijd heel panisch met glas als ik dat vervoer. Dus ik had hem keurig. Ik had zeg maar een tas in mijn tas waar die in lag. Dus hij kon nergens aan stoten. En ik heb hem echt heel voorzichtig meegenomen. Echt, ik ben altijd heel bewust dat ik glas meeneem. En in de supermarkt netjes in mijn karretje. Er heeft niks in de buurt gestaan. Ik heb andere dingen in de tas. Heb ik ook allemaal zo dat hij beschermd stond. In de auto heeft hij echt veilig gestaan. Is hij ook nergens tegenaan gekomen. Dus dat kan gewoon niet. Dus ik heb echt gewoon weer een pechpot. Maar het zit niet mee. Mijn bijenkorfpakket is zoek. Ik weet niet eens of ik dat verteld had. Maar daar heb ik ook naar gebeld. Ik heb die verkeerde bestelling van die boxen gekregen. Nu dit weer, echt. Ik word er een beetje gek van. Niks lukt. En ik wil gewoon dingen af hebben. En dan dit weer. Maar ja, om helemaal terug te gaan. Dus ik moet eigenlijk even wachten. Want vrijdag ben ik daar weer in de buurt. Of misschien dat ik eerder ga kijken. Maar morgen hebben we ook best wel wat te doen. Dus ik moet even kijken wanneer dat dan gaat lukken. En hoe. Ik weet ook niet of het... bij de Action bij het filiaal zelf moet zijn of op een ander filiaal ook mag. Ik heb echt geen idee. Ik breng eigenlijk nooit wat terug daar. Ik breng sowieso niet heel veel terug, maar... ja, ik baal. Maar goed. Marcus moet Sarah patatjes halen. We zouden lasagnetten eten. Maar Marcus zou koken. En dat hij eerder thuis was... Maar dat wij thuis kwamen, als ik het dan nog moet gemaakt, wordt het heel laat voor Sarah. Dus, want die kwam 5 minuten na mij binnen. Dus dat schoot niet op. Dus ze zijn nu patatjes gaan halen. En dan gaan we zo lekker patatjes eten. En snackjes. En daar hou ik van. En Kitty zou vanavond komen. Maar die moest afzeggen. Dus dan moet ik even zo een andere date mee plannen. Trouwens nog steeds, ik vind maar echt leuk, maar ik moet er wel aan wennen. Want aan de achterkant, en dat groeit vanzelf weer, maar hij is net, als ik hem zo omhoog draag, te kort. Dus dan komt echt zo'n raar plukje nog eruit. Dus dat vind ik echt lelijk. Dus, en ik draag het natuurlijk heel graag omhoog, dus ik doe het wel eens 's ochtends, want dan maak ik me niet uit thuis. Maar goed, ik ben verder wel echt blij mee, want van voor lijkt het toch gewoon lang, terwijl het toch van achter anders is. En daardoor valt het wel leuk. Dus I'm happy! Lekker! En ik heb een milkshake. Nee, dit is snackbar hoor, schat. Geen McDonald's, geen Kentucky Fried Chicken en geen pizza uit. Oh, ik zit zo vol.
Oh, er was een beetje patat over. En ik hou van patat. Dus alle patat die over was, is nu niet meer over. En die zit in mijn buik. Sarah ligt nu op bed. Marco is even naar een vriend. En ik ben aan het wachten, want de picknick komt er elk moment aan. Het erge is, ik weet niet eens meer wat ik besteld heb. Want ik had niet mijn gewone dagelijkse boodschappen besteld. Maar meer allemaal algemene dingen. Ik weet of het wel gedeeld hoor wat erin zit. Gewoon dingen die we nodig hadden. Maar ik weet niet eens meer allemaal. De boodschapjes zijn binnen. Echte grappen. Wij zijn super gezellig tv aan het kijken. Ik heb altijd een traanoog. Echt zo irritant. Maar ik heb dat wel vaker. En het is ook leuk, want het klinkt heel erg verkouden. Maar dat komt dus gewoon van mijn traanoog. Maar goed. Ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik dan even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!